er klaar voor. Heino Heijwegen, organisator van het evenement. Ja, klopt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een olifant in het centrum te stallen? Nou, we zijn op het idee gekomen, een werknemster van mij, Leonie van de Horen, die gaat naar Afrika toe. Die gaat daar 3 weken voor een goed doel, gaat ze met een meehelpen met kinderen, plezier maken, school opbouwen. Dan gingen we een ludieke actie in het treffpunt, hadden we sowieso sounds. Eigenlijk moeten we overdag ook iets proberen. En toen kwam ik op het idee om een olifant te regelen. Een goede eyecatcher, mensen weer naar elkaar toe te krijgen in het dorp. Kinderen laten vermaken en de man die vertelt ook van alles over de olifant. En op deze manier proberen we nog wat extra geld in te zamelen wat mee kan naar Afrika. Dus Afrika is een goed doel? Het is voor een goed doel, ja. Ze is voor Bimor. En ze gaat daar 3 weken naartoe en ze gaat daar mee helpen een school opbouwen. Maar ook de kinderen weer vermaken met allemaal spelletjes. En allemaal, ja, gewoon dat ze ook daar weer dingen mee kunnen nemen hier vandaan. Dus met het geld om daar de kinderen te vermaken. Ja. Leonie Vestering van Wilde Dier de Tent Uit. Goedemiddag. Ik hoorde dat jullie tegen de olifant zijn, dat hij hier staat. We zijn inderdaad tegen het gebruik van wilde dieren voor entertainment. Dat wil zeggen ook voor het gebruik van olifanten voor ritjes waar je als kind achterop kan zitten. Niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar in dit geval ook vanwege de openbare orde en veiligheid. Ja, gaan jullie hier nou ook actie tegenvoeren? We hebben afgelopen dagen hebben we geprobeerd om dit evenement tegen te houden. We hebben de organisator een opblaasbare olifant aangeboden. En we hebben contact gehad met het goede doel dat vandaag centraal staat. En die heeft aangegeven dat ze geen geld willen ontvangen voor acties die georganiseerd worden met wilde dieren. Dus dat is heel erg jammer eigenlijk voor het goede doel, want nu gaat het geld niet rechtstreeks naar het goede doel. Nee, dat zijn een van de dingen die we hebben gedaan de afgelopen dagen. Ja, nou is het niet gelukt te tegenhouden, de olifant loopt er. Klopt. Hoe verder voor jullie nu? Zo dadelijk komt de politie nog even langs. Er zijn afspraken gemaakt dat kinderen officieel niet achter op de rug van de olifant mogen lopen. Maar zoals je misschien hebt gezien, zitten die kinderen daar wel. Dus we gaan kijken of we op die manier kunnen ingrijpen. Oké, hartelijk bedankt.